Pence... Nou, Amerika zat voor de buis. Amerika heeft 330 miljoen inwoners en er keken 20 miljoen mensen. Daar waren ze geloof ik heel tevreden over. Maar als ze nou even de percentages gaan uitrekenen, dan vallen we daar niet van ondersteboven. Hè? Mm. Als je denkt wat er in Nederland kijkt naar Boer zoekt vrouw of naar heel Holland bakt dat liggen, dat zijn heel andere percentages. Of naar de slimste. Of naar de slimste mens, maar goed, dat is volkomen terecht natuurlijk dat mensen daarnaar kijken. Wanneer begint het weer? Ik denk de eerste werkdag van de maand juli, denk ik. Oké. Okay. Het is juli en augustus en dan natuurlijk de werkdagen. Dus zaterdag en zondag is het niet. Nee, oké. Okay. Spannend. Dan kunnen we weer mee gaan doen. Heb jij opvallende dingen gehoord in die verhoren? Nee, dat was al sowieso. Kijk, men is het er breed over eens dat het precies zo is gegaan als we allemaal gedacht hadden. Namelijk dat deze zaak in feite door Trump geëntameerd is, aangeblazen en tot op zekere hoogte ook georganiseerd en gestimuleerd. Dat hij natuurlijk zijn vicepresident enorm onder druk gezet heeft om die verkiezingsuitslag niet goed te keuren. Dat is namelijk de constitutionele taak van de vicepresident als voorzitter van de Senaat. Was hij dat op dat moment? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar goed, dat is zijn taak. Dat heeft hij geweigerd, onder andere omdat zijn chef-medewerker heeft gezegd van... Luister eens even, hey, let op hè. Daar gaat het karretje weer. Ja, ik zet even het ding weer aan. Dan moet ik de telefoon weer van de dingen afhalen. Sorry, ga door. Ja, dat is de chef, de kabinet van Pence. Die heeft gezegd van ja, dat is levensgevaarlijk, want dan, je overtreedt de wet. Dus daar krijg je de grootst mogelijke problemen mee. Nou ja, toen was de stemming van de bestormers was hang Mike Pence. Ik begreep dat ze dichtbij waren gekomen. Maar... Ze hadden de gordijnen dicht gedaan, zodat ze hem niet konden zien. Ja, het is een troeve vertoning. Als je bedenkt... Maar nogmaals, om het nou even af te maken... Men was het er breed over eens dat het geweldig gepresenteerd werd. En dat ook die dochter van Cheney het geweldig gedaan had. Die was ook heel helder en scherp. Ja, ik heb alleen een paar korte stukjes... Van de video gezien zoals de New York Times die presenteerde. Om nou uitgebreid die dingen te gaan bekijken, daar voelde ik niet zoveel. Je weet hoe het zit. Ik bedoel, het is niks nieuws onder de zon. Trump is een politieke misdadiger. Dat wisten we allemaal. Het droevigst van alles is natuurlijk dat het niets gaat helpen. Dat zijn aanhang nog steeds ervan overtuigd is dat het een big steal is. En dat we een goede kans, gereden kans lopen... om deze politieke misdadiger, nietwaar, in het Witte Huis te krijgen vanaf januari 25. Denk het je in. Hè? Het is, Orbán, die behaalt ook allemaal grote verkiezingsoverwinningen. Ja. Nou, groot, dat valt geloof ik nogal mee. Ja, nogmaals, ik heb dat al vaker gezegd en men vindt dat nooit leuk. Dat we dit type van ellende, dat we daarmee zitten... hebben we in laatste instantie altijd te danken aan, dubbele punt, de kiezers. He? Dat Trump nou toevallig de verkiezing van 2016 verloren had in elk normaal land, dat komt er dan in Amerika nog eens bij, dat de verliezer in feite gewonnen had. Dat is natuurlijk heel gek, zeg maar ronduit volkomen idioot. Maar goed, zo is het. Maar uiteindelijk is het werk van de kiezers. De kiezers hadden na de campagne van 2016 prima kunnen weten wat voor vlees ze in het geval van Trump in de kuip hadden. Ja. Prima. Dat is helemaal niet onbekend. Net zo goed als de mensen die in Nederland stemmen voor rare partijen met rechtsextremistische denkbeelden prima weten waar ze aan toe zijn. Het is niet zo dat ze achterlijk zijn of zo en niet weten wat voor partijen het feitelijk zijn. Nee, het gaat hier met name nu om een... telefoontje wat Trump zou hebben gehad met Pence voor de bestorming, waarin hij hem nog een keer gevraagd heeft om in de... Nogmaals, in essentie weten we wat er gebeurd is. Namelijk, dit was een wonderbaarlijk vooral in de zin dat de organisatoren van deze mislukte staatsgreep, zoals je het langzamerhand wel kunt noemen, eigenlijk een stel ongelooflijke klunzen waren. Dat ze gedacht hebben dat het zou lukken. Dat ze überhaupt het zouden moeten ondernemen, dat... Trump is bij herhaling, dat bleek nu ook alweer weer, gewaarschuwd dat hij bezig was om iets te doen wat helemaal niet mag en wat crimineel is. Wat hij gewoon bezig was om de wet te overtreden als zittende president. Maar ja, nogmaals, wat moeten we er verder van zeggen? Zullen de kiezers dit zien als een reden om niet op hem te stemmen? Nee, integendeel. Een groot deel van de Republikeinen is er vast van overtuigd dat hij gelijk heeft. In zijn eigen omgeving blijkt nu, heeft Jan en alle man die niet helemaal knettergek was gezegd, joh, je hebt verloren. Je hebt de verkiezingen verloren. Nee, hij vond van niet, zijn eigen dochter. Ja, wat is de opstelling van de eigen dochter? Hoe zit die hierin? Nou ja, die heeft een beetje beteuterd gezegd dat ze eigenlijk wel geloofde wat Barr zei. Barr was de minister van Justitie. En die zei, ja, je kunt een lang en kort lullen, maar je hebt gewoon verloren. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat de fraude op grote schaal gepleegd is. Dat was er ook niet. Nee, nee. En Trump heeft nu wel het leven van Pence in een gevaar gebracht, hè, wordt gezegd. Ja, god. Trump heeft zoveel gedaan wat niet deugt, dat je kunt wel aan de gang blijven. Ja, want dan hoort het ook een fijne grote productie van anti-Trump boeken, maar ja, dat helpt ook niet veel. Omdat als je goed kunt lezen en als je een boek over politiek kunt en wil lezen, dat betekent sowieso al dat je nooit op Trump gaat stemmen. Nee, nee. En vind je nou dat Pence, want op zich heeft hij het wel goed gedaan op dat moment, Pence toch? Heeft gedaan wat hij moest doen. Ja, ja. Gewaarschuwd door zijn chef de kabinet, zoals ik al zei. Maar joh, je moet je hier niet om de tuin laten luiden door Trump. Hmm. Want dan ben je dus strafrechtelijk sta je verkeerd. Hmm. Precies. Die zal wel de komende periode uitgespeeld zijn, Pence. Die zal niet terugkeren. Nou, ik geloof dat hij zelf ook ambities heeft om zich te kandideren. Dus wie weet hoe dat gaat aflopen. Oké, dus dat zou een concurrent kunnen worden. Hoe meer kandidaten, zou ik zeggen, in 2024 aan de Republikeinse kant, hoe beter. Want dan is er misschien een kleine kans dat op enige wijze Trump afgebrand wordt. Ja, wel een teken aan de wand is dat Tom Rice in de voorverkiezingen het niet heeft gehaald. Die was voor het afzetten van Trump, heeft hij gestemd. Ja, die beelden zijn vrij wisselend. In sommige plekken hebben lui gewonnen die geen echte Trump supporters zijn. En op andere plekken was het niet zo. Dus daar valt weinig verstandigs van te zeggen, volgens mij. Oké, dus dat is niet het feit dat nu iemand die hem niet heeft gesteund niet wint? Nee, want dan in Amerika moet je altijd kijken naar de lokale omstandigheden. Okay. Ja. Statelijk als het om senatoren gaat en qua district. Kijk, dat hele districtenstelsel is al een volkomen chaotische jamboel georganiseerd door gekken. Nou, dat we zeggen, hele handige, intelligente gekken. Ja. Er zijn hele computerprogramma's om districten zo te organiseren dat het zo ondemocratisch mogelijk is, laten we het zo formuleren. Ja. Maar kan er hier nu uit die verhoren, kan er dan nog iets komen waardoor Trump geblokkeerd wordt in zijn strijd richting de volgende presidentsverkiezingen? Ik kan me niets voorstellen, omdat je natuurlijk met het probleem zit dat aanstaande november de Republikeinen waarschijnlijk de macht overnemen, zowel in de Senaat als in het Huis. Dat ziet er niet goed uit, laten we het maar zo zeggen. Dat komt natuurlijk ook door de inflatie en ja, mensen toch teleurgesteld zijn. Het zag er geweldig uit even en toen ging van alles en nog wat mis. Toen hoor nog in de Oekraïne, de inflatie, niet waar, de verstoring van de wereldeconomie op een aantal terreinen. Dus nee, ik denk dat dat slecht zal aflopen en dan wordt de zaak gewoon stilgezet. Heel simpel. Ja. Ja. En Trump... Wij moeten daar niet opgewekt over zijn. Nee, Trump houdt zich stil, hè? Dus als de wereld naar de malle galabiezen gaat, niet dat ik dat nou 1, 2, 3 denk, maar voor zover dat mogelijk is, zal het, en zeker in het Westen, het gevolg zijn van het optreden van de kiezers. Ja. Ja. Al zal natuurlijk het verstandige deel van de kiezers zeggen van ja, we hebben geen invloed op die maloten die op Trump stemmen. Nou ja, het probleem is dat als die maloten die op Trump willen stemmen, dat die in het Amerikaanse systeem de grootste samenhangende groep van kiezers zijn. Dus als daar nog aan de rand nog wat traditionele Republikeinen bij komen, is dat je in dat halfgare systeem, niet waar, van het electoraal college, een prima kans hebt dat je wint. Ook als je verliest. Ja, we hebben dat bij Biden toch ook al uitgelegd. Biden heeft een hele ruime overwinning behaald als je het getalsmatig bekijkt. Maar als je kijkt naar de uitslagen via het electoraal college, dan zou een betrekkelijk kleine verschuiving in een paar staten, die had Trump de overwinning, dat wil zeggen, had hij ook een nederlaag geleden, maar had hij gewonnen in het electoraal college. Ja. Ja, maar jij kunt zeggen, het is de schuld van de kiezers. En het is natuurlijk zo, al zal het grote verstandige deel zeggen van ja, maar wat moeten wij dan doen om die... Ja, dat is ongetwijfeld juist. Die 15% kun je niet beïnvloeden. Je zult dan in Amerika het constitutionele systeem moeten veranderen. Ja. En dat gaan ze niet veranderen, omdat er natuurlijk een blokkerende minderheid van republikeinen is die dat niet wil veranderen. Ja. Dat is natuurlijk op tal van terreinen is dat het geval, dat er blokkerende minderheden zitten die alle voordeel hebben bij de huidige situatie. Denk aan de Veiligheidsraad. Er zitten twee landen in die er niks te zoeken hebben in de huidige wereldconstellatie, Engeland en Frankrijk. Ja. Dat zijn in feite betrekkelijk kleine, middengrote Europese naties die ooit natuurlijk, ja, onder geweldige fanfare delen van de wereld veroverd hebben. Maar ja, dat is al lang geleden allemaal. Ja. Dan kun je die 15% waar jij het steeds over hebt, kun je die beïnvloeden? Kun je die zeg maar... Nou, in Amerika is het geen 15%. In Amerika is het toch wel, ik denk, 35 tegen de 40%. Ja. Dat is aanzienlijk. Dat is aanzienlijk. Dan komt dus daar twee... Kijk, bij ons zijn de gekken nog verdeeld over een relatief groot aantal betrekkelijk kleine partijen. Maar in Amerika zijn de gekken geconcentreerd in één van beide partijen. Ja, dus daardoor is de invloed van de gekken navenant groter. Ja, maar kun je daar iets mee? Bovendien speelt in Amerika altijd natuurlijk de rassenkwestie een rol. Die speelt in de Nederlandse politiek eigenlijk niet zo'n geweldige rol. Asielzoekers, ja.